Hello, I'm Jessie Burton, and I'm the author of this book, Het Huis aan de Gulden Boot, and it's going to be for sale in bookshops in Holland and Belgium. And it's about a young woman who comes from the countryside to the city of Amsterdam in 1686. Her name is Nella, and she marries a man who's much older than her and a little distant. And as a wedding present, he buys her a miniature house, replica of their actual house that they live in. In this cabinet here, which you can actually see in the Rijksmuseum, is a beautiful artifact that was built in 1686. De kamers in het kabinet zijn griezelig levensecht. Het is alsof het originele huis is gekrompen, doormidden is gekliefd en zijn binnenkant laat zien. Vanaf de kookkeuken en de ontvangstkamer tot aan de zolderverdieping, waar de voorraden turf en het brandhout worden opgeslagen om ze tegen het vocht te beschermen, zijn de 9 kamers perfecte kopieën. De buitenkant van Schildpad doet Nella denken aan de herfst in Assendelft, aan dwarrelende oranje en bruine tinten, Karel die in de tuin haar handen beetpakt en onder de bomen met haar ronddraait. Vreemd genoeg hebben het hout en de bekleding van Schildpad iets spannends. Zelfs de fluwelen gordijnen voelen op een bepaalde manier machtig aan. Het is jouw huis, heeft haar man gezegd. Maar wie kan er nu wonen in die piepkleine kamertjes, die 9 doodlopende vertrekken? Welke man koopt nu zo'n geschenk? Hoe mooi het ook is gemaakt en hoe vorstelijk de buitenkant er ook uitziet. As she starts to furnish it, strange things start to happen in their real lives, and it becomes a story of survival, of betrayal and secrets, and learning how to live in a place that you want to call home but aren't quite sure how to. So I very much hope that you enjoy it, and let me know actually how you find it. Thank you.